kijkers van Online Games van Achterkwerken terecht bij een gloednieuwe aflevering van Minecraft Survivor. We gaan uiteraard verder waar we lekker gisteren waren gebleven, dus dat komt helemaal goed. Perfect goed promoten hebben. We willen vandaag proberen om alle ramen erin te zetten. We willen een trappetje maken in ons dingen. Hier zo. En daarna gaan we dit even hier zo. Gaan we dat even allemaal niet doen. Waarom niet? Want dan wil ik toch wat doen met kerstmis. Dus ik wil dit eigenlijk binnen 5 minuten af hebben. En daarna wil ik alvast alle bladeren gaan vinden. Dan hoef ik dat morgen niet te doen. Want morgen staat hier de kerstboom. Dus dat gaan we eens even regelen. Dus wat glas. Goed. Van die. Ja, als ik heel stil ben, dan hoor je hier al mijn geluid. Het tik, het gedraai van iets komt omdat hier allerlei kerst wat zo hier staat. Ik heb hier een kabelbaan en elke keer gaat hij van links naar rechts en wordt er een klop, een klein knopje gedaan. En eentje dat draait de hele tijd rond. Zo'n kerstbol is dat. Ja, daardoor hoor je dat de hele tijd. Zou je misschien wel vaker gaan krijgen. Maar goed. Dus dan weten jullie dat. Als jullie het irritant vinden, moeten jullie het zeggen. Want dan zet ik het natuurlijk gewoon uit. Want dat kan natuurlijk. Dan zet ik het gewoon, als ik video's aan het opnemen ben, gewoon uit. Goed. Dan gaan we hier zitten. Dus. Ik had dus ook, crafting tip. Die zetten we even voorlopig hier neer. 32, is dat genoeg? Ik weet het niet, maar we gaan het proberen. Goed. Dan moet ik eens even kijken dat we vanaf hier zo gewoon, zeg maar, vanaf het hier zo gaan proberen. Oh, straks dat is genoeg. Nee, niet daar. 2, 3. Juist. Kijk eens aan. Ja, dit heb ik dus wat verkeerd gedaan. Dat is ook precies. Maar we gaan nu eens even slapen. En dan gaan we dit afmaken. En dan gaan we eens maar eens even gaan kijken. Hoeveel shit dat ik nodig heb om de kerstboom te gaan doen. We gaan het dus groot naar klein doen. Dat is niet wat we eerst deden. Van boven hoog en dan steeds kleiner. Dat gaan we nu niet doen. Maar we gaan hier moeten kijken wat precies het midden is.
Ja, dat is precies. Dat ziet er mooi uit. We moeten dus echt wat close doen erin nog. Maar dat gaan we een andere keer regelen. Want ik wil eerst dat die kerstboom staat. Dat gaan we dus morgen doen. En dan pas zien we dan nog wel wat we even nog kunnen gaan. Ik heb er nog 10 nodig. Nog 10. Dat is oké. Okay. Dan nog ongeveer 6 over. Goed. Ja. Ik denk dat we nu maar eens eventjes gaan fixen. Dat we genoeg spul hebben. We kunnen beter te veel dan te weinig. Maar we moeten even kijken wat voor bomen. Gewoon normale bomen. Dus zoals deze. Zulke bladeren wil ik dus hebben. Dus van normaal hout. Laten we er 2 fixen. Goed, dan gaan we gewoon hier zo mee beginnen. En dan pakken we dus eerst deze. Ja, nu moeten we natuurlijk al die water nog gaan pakken. Komt omdat we dat nooit... Oh nee, ik had sowieso nooit bewaard. Goed. We laten even die stam even staan. Kijk, ik vind deze. Nou, oké, weet je wat? We doen hem maar gewoon. Zijn er ook dus echt dat ik 2 of niet? Nee, dat is gewoon 1. We kunnen beter die grote boom doen. Weet je waarom? Dan weten we precies waar het hout allemaal zit. Dit is al lastig, je moet van de ene kant naar de andere kant. Oh, dat was het dus ook al meteen. Zo. Laat ik maar eens even naar onder gaan. Ik heb hem er allemaal liggen. Hoppa. Meeneem nu allemaal. Nou, het valt wel mee hoe... Hoeveel dat die is. Kijk. Het is alleen dit. Oké, hier lag er ook nog van alles. Of alles.
Holy shit, hé. Dat had ik niet gezien. 1, 2, 3, 4. We hebben er best wel veel al. Had ik niet verwacht. Ja, weet je wat? Hier daar boven op ligt niets. Laat nu even. Dit hangt allemaal namelijk aan elkaar, hè? Dat is het probleem. Hier zou een klein boompje.